Hallo mensen, welkom en leuk dat jullie kijken. Ja, vandaag eventjes niet in het veld, we zijn bij Ben thuis. Hallo mensen, welkom en leuk dat jullie kijken. Ja, nou we hebben een aantal video's geleden heb ik uitvoerig mijn vondsten laten zien van een heel jaar, of van iets meer dan een jaar zoeken. En ja, jullie kennen allemaal Ben, mijn vaste zoekmaat. Dus het is ook wel eens leuk om zijn vondsten te bespreken, dus dat gaan we vandaag doen. Ja. Dus hierachter staat jouw vitrinekast. Klopt, ja, klopt. Niet al te groot. Die gaan we zo meteen even uitvoerig in beeld brengen. Maar laten we het er eerst eens eventjes een beetje over hebben. Wat zijn jouw mooiste vondsten geweest, Ben? Mijn mooiste vondsten zijn toch echt, ja, wel de scheepspasser, 17e eeuw. Uh-huh. Dat is een prachtige vondst. Uh-huh. Wat wel wordt gevonden ook, uh-huh, door een menigte metaaldetector. Maar uh-huh, ik heb het gevoel dat dat toch niet heel vaak is. Nee. Nee. Ja, het is wel een unieke vondst, ja. Dat zeker weten. Dus ja, en de zilveren munten vind ik ook hartstikke mooi. De munten ben ik echt wel helemaal zot van munten vinden. Ja, ja, dat blijft genieten. Ja, als hij uit het kluitje tevoorschijn komt, ja, dan zie je, hé, het is een munt. Ja, dan ga je al in. Ja, klopt, ja. Dus ja. Daar ben je toch wel op gefocust altijd. Ja, hè? Ja. Ja, want het dateert ook gewoon lekker als die goed in staat is. Ja. Dus 4 keer zilver? 4 keer zilver, ja. Eén knoepert, een zilveren gulden, Willem III. Ja. En die is uit 1864, weet ik uit mijn hoofd. Mm-hmm. En nog 3 centjes, 10 centjes. Waarvan 2 ook Willem III. En eentje Wilhelmina. Ja. Ja, en die uit van Wilhelmina komt uit 1903. Ja, zelfs dat blijft mooi. Dat is, ja, ja. Ja, dat zijn echt mooie vondsten daar. Daar uh-huh, ben ik wel enthousiast over, ja. Ja. En ja. Ja, ik weet het natuurlijk al. Maar de mensen misschien, de trouwe kijkers ook. De gouden knaller. De gouden ring, ja. Ja. De gouden knaller, vertel daar maar eens even wat over. Ja, ja, dat is een zegelring van 20,45 gram. Uh-huh. Ja, 18 karaat. Uh-huh. Dus ja... En dat is een aardig gewicht voor zo'n ring. Ja. Dus ik heb ook een beetje uitgerekend van wat die nou aan waarde moet zijn. Ja. Dus in ieder geval een leuk centje, laten we het daarop houden. Een heel leuk centje, ja. Ja. Maar voorlopig geniet je er nog even van. Hij blijft voorlopig in mijn vitrinekast liggen, ja. Ja, ja, zeker. 7,50 staat erin, hè? Dus 7,50, ja. 75% goud. Ja. Ja, ja, prachtig. Toppertje, hoor. Ja. Dat was ook een shake moment. Ja. Maar... Nu jij het over dat moment hebt, laten we daar even naartoe gaan. Hier komt ie. Hey! Nee hoor! Meen je niet? Wat is het? Doodskop lijkt het wel. Nee. Zit er een merkje in? Ja. Waar? Hier. Zo! Ha! Nee! Ha! Nee hoor! Lekker! Moet ik het eens laten zien? Ha! Gekkes! Kom eens hier! Gek! Nee! Meen je niet? Ja, zit er... Ja, er zit een merk in. Zo, die Ben, joh! Oh! Zo, ja, dat was gaaf, hè? Dat was een gave. Dat was een dikke klapper. Zo, wat een moment, joh. 2 minuten stond je detector aan. Daarom, en ik neem gewoon een slok koffie op me, nog steeds. Om het gewoon een soort van te vieren, dus ja. Ik draai me om en Ben die schreeuwt al, ja, ik heb goud. Ik zeg, nee, ze meen het niet. Ja, prachtig. Ja. Echt. Jouw oudste munt? Mijn oudste munt is een Frisia. Ja. 1626. 1626. Ja. Ja, die is prachtig, joh. Ja. Ja, ik weet ook nog wel waar we die vonden. Ja. Dat was in Warmond. Begintijd, hè? Ja, op een bleekveldje. Ja, was mijn tweede munt die ik vond. Ja, dus je had daar had je een kasteel en een bleekveldje, dus daar deden ze dan. Jij weet het precieze verhaal? Wat, ja, ze bleekten daar hun kleding voor mij, droogden daar hun kleding, ja. Uh-huh. Dat was het volgens mij, ja. Uh-huh. Ja. Dus zodoende werd hij ook wel eens wat kwijtgeraakt. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ja. Ja. Nou, dat moet wel dan. Ja, ja, dan viel er, deze de was daar zo, of ja. Okay, dus, leuk man. Ja. Ja. Nou, ik zeg, laten we gaan kijken naar jouw vondsten nu. Gaan we doen. Ja. Yes. Goed, we staan bij de vitrinekast. Daar gaat ie. Kijk eens. Dit is hem. Waar gaan we beginnen? Nou, waar we natuurlijk
eerst begonnen, waarmee we net eerst begonnen natuurlijk. Ja. Dus de scheepspasser. De scheepspasser, daar ligt die. En ja, kijk, je kan hem natuurlijk meer oppoetsen, maar ik durf het eigenlijk niet aan. Mm-hmm. Dus ik laat hem lekker zo, dus dan heeft hij toch nog wel iets, weet je, iets ouds, iets robuust. Ja. Dus, want ik wil er gewoon niet te veel aan doen eigenlijk. Nee. Nee. En die, dat is van de wandeltocht nog, hè, van Oestgeest. Oestgeest, ja. Ja. Het was een soort, ja, wandeltocht. Sint-Joris en de draak, hè? Ja. En dat hadden wij... Achterlopen, ja. Dat hadden wij geleerd van Robert van Digging for History. Die had klopt, die kwamen wij toen tegen. Ja. En die vertelde dat dit niet zo'n hele oude was. Mm-hmm. Maar je hebt ze nog maar ouder. Ja. Nou weet ik even niet meer hoe oud die zijn, maar nee. Het was niet zo'n hele oude. En je hebt ze nog ouder. Ja. Ja. En hier, ja, hele mooie gespen. Ja, de onderste rij, hè. De onderste rij zijn toch wel de oudste, hè. Dat zijn echt de oudste. Het zal al, wat is het, 17e eeuw, 16e eeuw zijn, hè? Ja, schoolgespen tussen 1600 en 1700. Ja. Tinnen soldaatjes, ja, hoe ook dik mooi. Zijn die? Ja, die zijn ook super gaaf. En nog gewoon helemaal, hè? Gewoon, die zijn nog gewoon helemaal compleet. Eén op een motor en één op een paard. Ja. En dit, wat is, ja, dat is ook een soort soldaatje of iets, of een ja, karakter. Ja. Wat leuke hangertjes. Er zitten ook her en der wat zilveren ringen bij, zie ik. Ja, dat klopt, ja. En deze is zilver. Uh-huh. Deze is zilver ook. Of dat, nou, dat kan je niet zien, maar dat is rechts van de gouden ring. Ja. Of links van de gouden ring, sorry. Dus hier hebben we dat de is... gouden ring. Ja. En hier heb je nog zilver, zeg jij? Nee, die ring. Ja. Oh, deze. Die ja. Kleine. Ja. Dat is ook zilver, want daar staat een merk ook in. Mm-hmm. Dus, sterling, zilver, 925. Ja. En er staat ook een jaarletter in. Uh-huh. Alleen die moet ik een keer onder de loep nemen, want dan kan ik weten uit welk jaar die komt. Ja. En als ik het heel goed heb, uh-huh. Kom ervoor. Dan staat er ook een sterretje achter het jaarletter. Uh-huh. En dat betekent dat die keurmeester is overleden dit jaar of over is genomen door een andere keurmeester. Als ik het goed heb. Dus, uh-huh. Ja. Oké. Okay. Deze die staat ook 925 in, zag ik net. Ja, klopt, ja. Ja. En dit zijn jouw zilveren munten. Ja. Wat je al zei, Willem III. Een gulden van Willem III. Een gulden. 1864. Nog een dubbeltje Willem III. Nog een dubbeltje Willem III. En eentje van Willemina, hè? Ja, klopt, ja. 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 Willem Sente. Ook leuk, die zijn ook mooi 18, nog, hoor. Die zijn echt mooi. 1831, hè? Mooie Duiten, Hollandia. Zo. Ja. En een 1/4 Stuber. Ja, ja, 1784. Zeelandia. Frisia. Dat is de Frisia-duit van jou, waar we het net over hadden. Ja. Klopt. Ja, 1758. Je ziet het jaartal nog mooi. Hè? Ja, klopt. Ja, dat is mooi hoor. En dan de plank hieronder. Ja, wat ik zelf van deze plank de gaafste vondst vind. Dat is het lakenlood van Leiden. Ja, die is dik, hè? Ja, ja. Moet eens kijken mooi. Hoe mooi die nog is. Ja. Die is ook mooi, hoor. En de achterkant zit er ook nog bij, hè? Zo de achterkant? Een... Ja? Kijk maar. Draai maar. Ja, je kan hem los van elkaar halen. Hij zit los van elkaar. Oh. Oh, ja. Zo. Ja, moet eens kijken. Ja, die is prachtig, hè? Staal staat er. En weet je waar dat staal voor stond? Je had eigenlijk de keurmeesters en de staalmeesters. En ja. die gaven zeg maar de. Ja, die keurden de pakketten, de lakenpakketten. Ja, oké. Okay. Dus vandaar dat er staal. Ja, het is een hele mooie vondst. Het is echt. En dat is ook echt in het. Nou ja. Nog niet lang nadat we waren begonnen met de hobby. Ja. Had ik deze. Mooi man. Ja. Het is ook een van de eerste lakenloodvondsten. Nou, ik denk dat menigeen daar jaloers op is hoe mooi die er nog uitziet. Zo. Nou, een beetje hulzen uit de oorlog nog. Die heb ik wel heel erg moeten poetsen, dat lakenlood hoor. Ja. Ja, maar dat is echt mooi geworden. Ja. Ja. Nou, Hispano-hulzen, musketkogels. Leuk autootje nog. Vintage autootje. Ja. Ja, dat is wel ook. Pijpenkoppies, en dat zijn ook vondsten. Nou ja, deze kom ik gewoon op werk tegen. Die lag gewoon boven op het gas. Ja. Fleur de Lis.
En een spreeksleutel of een... Ja, dat is dus... Ik denk dat het ook van een veldtelefoon van de oorlog is, ja, misschien, ja. Hè? Ja, ja, waarschijnlijk wel, ja. Deze, ja. Ja. En dit, van, dat zat bij dat boek, hè. Uiteindelijk dachten wij van het is van het leger, maar dat bleek bij een boek uit te worden gegeven. Ja. Ons vaderland. En dat hebben we gehoord van Michel, van Niet Lullen Maar Graven. Ja. En dat boek kwam, was uitgegeven in 1945, klopt dat toch? Ja, dat denk ik wel. Dan was de oorlog voorbij natuurlijk. Ja, 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 klopt. En dan, ja. En nog wat leuke knopen, marine knopen. En, oh ja, een Britse knoop zie ik nog. De meest rechtse, ja. Oké, nou Ben, bedankt voor jouw tijd. En leuk dat je jouw vondsten met ons wou delen. Ja, graag gedaan. Dus ik hoop dat jullie het ook interessant gaan vinden en ervan zullen genieten. Dus ja. Ja. En dan rest ons nog een taak. Gewoon lekker door blijven graven. Zeker weten. Ja. En we moeten snel weer stad en land af om weer even een landje te zoeken. Want we hebben momenteel even nog niks. Nee, nog geen nieuwe toestellingen. Maar er zit wel wat een beetje in de planning. Er zit wat in de planning. Dat is we moeten alleen nog eventjes wat bellen. Hè? Ja, 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 klopt. Ja, klopt. Wij zijn nog lang niet uitgezocht. Dus je kunt nog veel meer leuke vondsten van ons verwachten. Ja. Dus blijf het zeker volgen. Vinden wij ook leuk. Abonneer ook eventjes. En een duimpje. Abonneer een duimpje. Ja. Ja, en het belletje aan. Dan kunnen jullie genieten. En dan vinden wij het ook leuk. Zeker. Ja. Nou, dan... zien we jullie snel bij een volgende keer. Tot ziens. Tot snel.